De bewustwording van kinderrechten is nog te laag in de Surinaamse gemeenschap. Om hierin verandering te brengen is vandaag het Academic Week project begonnen, waarbij er gedurende 3 dagen masterclasses worden verzorgd aan studenten en andere belanghebbenden. Dit project wordt door de faculteit der juridische wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname in samenwerking met het Instituut voor Graduate Studies and Research, het Universitair Instituut voor Kinderrechten en UNICEF for Children uitgevoerd. Het doel is om de studenten bekend te maken met en bewust te maken over de werking van kinderrechten in de gemeenschap en deze studenten te motiveren om nader onderzoek te doen. De decaan van de faculteit der juridische wetenschappen, Ferdinand Welzijn, benadrukt dat de studenten die een onderzoek plegen in het kader van kinderrechten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de periodieke rapportage over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het kinderrechtenverdrag. En statistieken zijn daarbij erg belangrijk. En studenten van de faculteit der juridische wetenschappen, die kunnen dus onder andere helpen om onderzoek te doen en statistieken te produceren. En aan de hand daarvan, aan de hand van de onderzoeksrapporten, kun je dus natuurlijk ook een beleid laten maken door de regering. De secretaris van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Shiraz Boudou, vindt het vergroten van de bewustwording van kinderrechten en het stimuleren van studenten om te onderzoeken in hoeverre deze rechten in Suriname worden nageleefd ook heel noodzakelijk. Boudou en de voorzitter van het Universiteit Instituut voor Kinderrechten, Mirjam Liu Kisong, gaven te kennen dat het niet onbekend is dat artikel 8 van het Kinderrechtenverdrag omtrent het recht op de bescherming van het kind niet altijd in Suriname wordt nageleefd. En bescherming moeten we heel ruim gaan omvatten. Bescherming op het gebied van geweld. Bescherming op het gebied van exploitatie. Er zijn nogal gevallen bekend in de wereld, maar ook in Suriname. Er is onderzoek naar verricht, ook door de Anton de Kom Universiteit van Suriname, dat kinderen nog steeds het slachtoffer zijn van exploitatie in de kinderarbeid, in de kinderpornografie. Verder ook nog bijvoorbeeld bij allerlei gevaarlijk werk, waar misschien volwassenen dat werk niet graag willen doen, zien we dat kinderen ingezet worden. Kinderen die misschien voor minder betaling een toch wel wat gevaarlijk werk zouden gaan kunnen doen. Ook bij drugs zien wij dat in het vervoer, exploitatie van drugs enzovoorts kinderen ook betrokken zijn. We zien ook kinderen op bepaalde hoeken, kruispunten, dat kinderen ingezet worden om bijvoorbeeld allerlei fruit en andersoortige dingen te verkopen. Maar niet alle werk dat kinderen doen is kinderarbeid, dat moet wel even duidelijk zijn. Het gaat om werk dat schadelijk is voor zo'n kind zijn gezondheid. En ook dat het onderwijs, het volgen van onderwijs, belemmert. We hebben dus ook bijvoorbeeld in het binnenland dat er daar kinderen werken in de mijnen. We weten het. Ik heb ook gezeten in de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid. En als je nagaat dat wanneer bijvoorbeeld de commissie naar een bepaalde plek gaat in het binnenland, dan wordt het van tevoren aangekondigd. Dus je begrijpt, als wij daar zijn, dan zien we niks. Dan kunnen we dat echt niet, hoe zal ik het zeggen, de vinger op leggen. Maar als je dus van de mensen, zeker degenen die in het onderwijs zitten, die weten bijvoorbeeld dat kinderen niet op school verschijnen, omdat ze in de mijnen werken. Het is ook aangegeven, of het is ook algemeen bekend, dat er niet overal op een richtige wijze met goudwinning en andere zaken wordt omgegaan. Er speelt nog steeds het probleem en het gevaar van kwik, blootstelling aan kwik. Zowel Boudou als Welzijn zijn het ermee eens dat de bewustwording en onderzoek van kinderrechten het probleem van kinderrechten schendingen in Suriname kan tegengaan. Boudou zegt dat naar aanleiding van een onderzoek effectieve oplossingsmodellen ontwikkeld kunnen worden en dat deze aangedragen kunnen worden aan de betrokken ministeries. Liu Kisong voegt eraan toe dat ook betere handhaving, toezicht en goed onderwijs het probleem kan oplossen.